Hey, goedemorgen. Goedemiddag, goede avond. Tip nummer 3. De vorige video's vind je, als het goed is, via het linkje hieronder. Naar aanleiding van het YouTube filmpje. Die ging over te lang doorgaan. Geen rem hebben of te perfectionistisch zijn. Of die innerlijke pusher hebben die maar door wil gaan. En waardoor er maar weinig tijd over blijft voor jezelf. En belangrijke dingen heel erg kort samengevat. En een van jullie stelde mij een vraag. Oké, maar hoe heb je dat geoefend? En heb je tips om dat dan te doen? Te stoppen, wanneer je moet stoppen? Nou, ik heb 2 tips al eerder met je gedeeld. En nu komt de 3e tip. Die is misschien wat filosofischer. Maar wel belangrijk als je erover na gaat denken. Ik las in een boek van Rutger Bregman, heet hij volgens mij, van Alle Mensen Deugen. Maar dat las ik in een boek van Gratis Geld voor Iedereen. Was er 1 zinnetje die tot nu toe, los van heel veel andere dingen die ik heel inzichtelijk vond en inspirerend, heel erg blijven hangen. Dat mensen geneigd zijn om het nuttige boven het goede te stellen. En dan kunnen we heel lang filosoferen over wat is de definitie van het nuttige, wat is de definitie van het goede. Nou, dat heeft ook gewoon te maken met wat onder andere jouw innerlijke criticus definieert als nuttig en als goed. En nog meer kanten die onderdeel uitmaken van jouw persoonlijkheid. Maar ook wat in jouw opvoeding geleerd is. Wat de definitie is van nuttig en wat goed is. En de maatschappelijke dingen die invloed op je hebben. En je leefomgeving, de mensen met wie je omgaat. Nou, daar kunnen we heel lang over doorgaan. Laten we dat maar niet doen. Maar door deze zin in je voordeel te gaan gebruiken. Door dus regelmatig tegen jezelf te zeggen. Ik stel de goede dingen boven de nuttige dingen. En natuurlijk zou je kunnen zeggen, ja, maar nuttig kan ook goed zijn. Dat klopt, maar daarom is het dus ook een denkoefeningetje die je dagelijks misschien wel meerdere keren kunt toepassen. Want iets wat op de ene dag heel nuttig kan zijn en waarbij je dus zou zeggen, het is het goede voor vandaag, kan op een andere dag totaal irrelevant zijn. En nou kan ik me voorstellen dat je denkt, oh please, doe eens even een voorbeeld. Even denken. Het is wel leuk. Ik word door mijn dochter gecoacht. Zij is Enneagram coach. En zij helpt je heel erg met je eigen persoonlijkheid beter te leren snappen. En wat zijn je drijfveren? Wat zijn je valkuilen? Waar liggen je uitdagingen? Wat zijn de typische dingen die belangrijk voor je zijn, maar waarin je bijvoorbeeld kunt doorslaan? In mijn geval, Enneagram type 1, kan het zijn dat ik te veel doorsla in het nuttig willen zijn. En de nuttige dingen soms als kunst kan verheffen. Belangrijk maak. En daar heb ik ook nog een innerlijke pusher bij die me daar heel graag in vergezelt. Dus ik ga even een praktisch voorbeeld geven. Stel, ik heb een dag met 1 of 2 sessies. Mijn sessies duren meestal 2 uur, 1,5 tot 2 uur. En voor de rest heb ik nog niets gepland. En als ik dan afstem, dat is tip 1 van deze videoreeks, dan kan het zijn dat mijn innerlijke criticus of perfectionist of pusher met me meedoet tijdens het plannen. En die zou dus vinden dat, ik noem maar even wat, alle ramen wassen, ik kijk even om me heen, we hebben nogal wat ramen, ze zijn erg groot. Alle ramen wassen belangrijk vindt in de tijd die over is. Mijn YouTube kanaal optimaliseren en even denken hoor. En mijn WhatsApp-inbox, de appjes gaat beantwoorden. In misschien nog wel een kort tijdspad, om het zo te zeggen. Dat kan op dat moment allemaal nuttig lijken. Maar als ik dus die pusher de regie geef, of de perfectionist de regie geef, of mijn innerlijke criticus de regie geef, dan zou ik dat allemaal moeten doen. En misschien ook nog op een bepaalde manier. Perfect, het liefst. Op dat moment kan ik voor mezelf trainen en oefenen met die zin. Stel het goede boven het nuttige. Het gaat om dat je je denkproces faciliteert met deze zin. Dat je voor jezelf op dat moment dus gaat bepalen wat goed is. En goed kan ook nuttig zijn. Dat maakt het misschien wat ingewikkelder. Daarom het is oefenen en kijken wat deze zin met je doet. Wat eruit komt. Zeggen ook wel, doe je de dingen goed of doe je de goede dingen? Dat is de vraag die verwant is aan deze vraag. Dus op dat moment zou ik kunnen bedenken, oké, de ramen wassen
ja, kan heel nuttig zijn. Is ook fijner om doorheen te kijken als ze schoon zijn. Wat zei ik nou nog meer? Mijn YouTube-kanaal optimaliseren. Kan ook heel fijn zijn en belangrijk zijn. En mijn WhatsAppjes beantwoorden. En als ik op dat moment de vraag aan mezelf stel, maar wat zijn dan eigenlijk de goede dingen? Dan zou ik voor vandaag, en dat heb ik ook gedaan vanmorgen, tot een conclusie komen. Nou had ik dat ramenlap en optimaliseren even niet in mijn rijtje staan. Dat het beantwoorden van mijn WhatsApp berichtjes op dit moment het goede is. Ook niet mijn lievelingstaak. Maar het is het goede omdat voor mij relaties belangrijk zijn. En door dit denkproces steeds te doen. En je denkproces kun je heel erg ondersteunen door het stellen van goede vragen. Kun je dus onderscheid maken. En daarbij gaat namelijk je gevoel ook een rol spelen. En je waarde van wat is op dit moment of voor deze dag het goede. En nogmaals, tuurlijk kun je gaan filosoferen over, ja, maar het goede en het nuttige lijken die niet heel erg op elkaar. Ja, alleen zie je vaak dat wat jij als het goede definieert, is vaak meer verbonden aan je persoonlijke waarde. Dus dat wat voor jou het leven betekenisvol maakt. En het nuttige kan heel vaak gelinkt zijn aan normen. Normen en waarden horen bij elkaar. Maar idealiter gezien heb je belangrijke persoonlijke waarden. En heb je matchende normen. Dus dan heb je normen en leefregels die ervoor zorgen dat je conform je waarden kunt leven. Net als jouw waarde bijvoorbeeld is respect, ik noem maar wat. Dan heb je bepaalde normen, leefregels. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Of zeg u tegen oudere mensen. Het is maar net wat jouw definitie is van respect. Hè? Maar dan helpen de normen om volgens je waarde te leven. Maar het kan ook zijn dat jij je persoonlijke waarde. En je hebt ook een setje normen. Die houdt jouw innerlijke criticus voor jou in de gaten. In heel veel gevallen is het zo dat die normen conflicteren met die waarden. Dat is ook heel vaak de essentie van mijn coaching. Dat je dat conflict leert te onderscheiden. Dat je trouw wordt aan je eigen waarden en normen formuleert die matchen hiermee. Dus dat bedoelde ik met het nuttige. Het kan zijn dat als jij een dag hebt, ik noem maar even wat, dus een voorbeeld van een klant die in mij opkomt. Waarop jij graag tijd wil doorbrengen met, of dat nou je kinderen, je collega's, whatever, of met jezelf is. Maar je ouders komen vanavond. En die vinden het heel belangrijk dat jouw huis pik en span is. Het kan dus zijn dat de innerlijke criticus op dat moment voor jou bepaalt dat het goede is om je huis kraakhelder schoon te maken. En dat is dus het verschil. Omdat je dat dan, ik wil niet zeggen verkeerde drijfveer, want dan zet ik wel heel absoluut neer dat het verkeerde drijfveer is. Maar dan ben je dus meer gedreven om te voldoen aan die norm die je ouders jou hebben opgelegd. En dan heb je dus een conflict als het gaat om je waarde. Omdat je diep in je hart de tijd doorbrengen met je kinderen of je collega's of je vrienden of met jezelf belangrijker vindt. En door dus te gaan spelen met vragen stellen, leer je het bij jezelf heel veel meer kennen. En dat is dus ook wat ik bedoel. Het gevoel speelt hier ook mee. Je voelt vaak wel waar je weerstand bij hebt. Waar je voelt dat het druk is. Of het gevoel dat het wat geforceerd is. En heel vaak is het zo omdat het dus vanuit die normen komt. Dus hè, wat ik dan meer als nuttig in de negatieve zin bestempel. Dus ja, misschien is het een klein beetje zo van, ja, oké, het goede en het nuttige zitten dicht tegen elkaar. Maar ik hoop dat ik met het voorbeeld van net een beetje inzichtelijk heb gemaakt hoe je bij jezelf het onderscheid kunt maken. Ja, dit was de derde tip. Nou, laat even weten of je er wat aan had. En misschien zijn er wel meer van jullie die zeggen, oké, hier heb ik echt wat aan. In mijn vorige video heb ik ook gezegd, in oktober 2024 ga ik starten met een community. Eerst via WhatsApp en ik zeg eerst, misschien blijft het ook wel zo, maar het is ook een trial om te kijken of communities binnen WhatsApp, of dat het ideale kanaal is. Misschien niet, misschien wel, maar je moet gewoon ergens starten.
En ik heb daarvoor een apart nummer. En ik zal in het begin waarschijnlijk 3 levels hebben. Het eerste level is dat je in de community komt, waarbij ik binnenkom af en toe en kijk wat er leeft en wat er speelt. Misschien wat verdiepende vragen stel. En daar maak ik content over, om je zo verder te helpen. Maar ik ga niet jou persoonlijk coachen of heel erg in op specifieke vragen, omdat dat de gratis versie is. De tweede versie zal worden dat je wel persoonlijke coaching krijgt en wat dieper gaat en toegang bijvoorbeeld krijgt tot de methodieken in mijn online academy. Dan heb ik nog een derde level. Gaat nog wat dieper, ga ik het nu even niet over hebben. Maar de eerste variant is dus de gratis community variant. En zo kunnen we van elkaar leren, elkaar inspireren. Herkenning en erkenning bij andere mensen helpt enorm. Bijvoorbeeld, ik heb heel veel coaching met angst gedaan. En los van de methodieken en de technieken, zeg maar, om te zorgen dat jouw angst functioneel wordt in plaats van dat het aan je stuur gaat zitten, is vaak het contact hebben. Of het waarnemen van mensen. Je hoeft niet eens letterlijk echt interactief contact te hebben. Maar het gevoel te hebben, ik ben niet de enige. Ik ben niet alleen. Dus een stukje herkenning. En een stukje erkenning. Ze zeggen ook vaak, het voelt vaak beter om hulp te vragen bij iemand die weet hoe het is. Die weet hoe het voelt. Die je volkomen serieus neemt. En niet aftroeft met dingen. Ach joh, maak je het niet zo druk. En wat is de kans? En nee, je moet gewoon even wat harder zijn. Whatever. Dus ja, nu heb ik het heel specifiek over angst. Maar ik weet gewoon dat toch een community. Leren van elkaar. Kijken wat er gebeurt. Je dingen delen. Dat heel erg kan helpen om steeds bewuster te leven volgens jouw waarden. Heb jij interesse, dan kun je een WhatsAppje sturen naar het nummer hieronder. Dus echt belangrijk, het nummer hieronder, want ik heb een aparte simkaart hiervoor. Dus niet mijn gewone normale zakelijke nummer. En zodra de deuren open gaan van de community, dan laat ik je even weten wat je kunt verwachten. Dan kun je alsnog bepalen of je dat wel of niet wilt. Maar dan, dan zit je al in mijn WhatsApp, om het zo te zeggen. Nou, ik hoop dat je hier wat aan had. En zeker degene die deze vraag stelde. Ik hoop dat je er wat aan had. Dat je een beetje geholpen bent. Dankjewel voor het kijken of luisteren naar deze podcast of videoreeks. Maar net hoe je het bekijkt. Laat even een duimpje achter als het je geholpen heeft. En abonneer je op mijn YouTube kanaal. Dan weet je zeker dat je als eerste de content in je YouTube tijdlijn krijgt. En als je dit luistert via Apple, Spotify. Dan laat even een review of een beoordeling of een reactie voor me achter. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende.